Brazilië, een onmetelijk land. Een smeltkroes van culturen. Een zee aan verschillende landschappen. Zo'n 7000 kilometer kust. Prachtige plekjes en prachtige Vlaamse sportieve missen. Een jaar eerder trokken de Miss Sports-kandidaten naar Namibië. Dit jaar kozen ze voor Brazilië. Een ploeg van televisiemakers ging mee, keek, genoot en maakte een programma waar zon, zee, palmstranden en mooie mensen van afdruipen. Welkom in Brazil. Er zijn verkiezingen die naar Turkije trekken, naar Egypte of naar een ander best wel plezante bestemming. Maar Miss Sports zoekt het wel eens wat verder. Namibië was zo'n fabelachtige bestemming, een jaar eerder. En Brazilië belooft daar in niets voor onder te doen. Wel, integendeel. Ruim een jaar lang werd de reis voorbereid en trok de organisatie op prospectie. Tot in de puntjes werd alles uitgetekend en op papier gezet. Geen detail wordt aan het toeval overgelaten tot het noodlot toeslaat. Ja, erin. Het schijnt dat het te maken zou hebben met de natuurramp die in mei plaats had. Er zou een dam gebroken zijn in die periode. Plots vielen bijna alle mooie plannen in het water. De Braziliaanse overheid cancelt het verblijf. De organisatie zit in zak en as, maar pakt toch de koe bij de horens. De zaak cancelen of ervoor gaan. Dus we hadden niet veel keuze, we zijn ervoor gaan. En uiteindelijk ja, zijn we toch in geslaagd om naar hier te komen en uiteindelijk nog een mooie 12-daagse reis mee te maken. Om de meisjes toch hun beloofde reis te geven, ging iedereen tot het uiterste. Maar pech blijft achtervolgen. De reis gaat van Brussels Airport over Lissabon naar Brazilië. Uitgerekend op die dag staakt het grondpersoneel in Lissabon. Gevolg, de koffers reizen een aantal dagen later. Voor de meisjes is het behelpen, geen make-up. De meesten hebben alleen de kleren die ze aan hebben. Slechts enkele hebben hun koffer en kleren die ze zusterlijk delen. Ik heb geen valies, ik heb geen kleren. Dus heb ik zoiets, ja, wat moet ik aan een activiteit gaan meedoen? Ik heb maar één paar kleren waarmee ik dan zo gezegd moet slapen, sporten en overdag aan het zwembad of zo liggen. Ja, maar iedereen is dan een beetje kwaad precies dat ik een valies heb, maar ik kan er niks aan doen. Allee, ik probeer zoveel mogelijk uit te lenen, maar op het einde ga ik niks meer hebben. Dus. De luxe resorts die aanvankelijk op het programma stonden, worden vervangen door een sportschool. Het wordt behelpen en kamperen, met 7 op 1 kamer. Geen bed, ik moet op de grond slapen. Het is mijn enige vakantie van het jaar, dus we maken er het beste van. Hè. Er is ontgoocheling, maar ook bewondering, omdat elke kandidaat weet welke inspanningen à la minuut gebeuren om de reis toch mogelijk te maken. De sfeer in de groep is wel zo dat we nu terug één groep vormen, dat we terug samenstaan. En ja, voor de rest, ja, positief denken, dat lukt gewoon niet meer. De bagage is kwijt. We hebben een beetje hogere verwachtingen gesteld dan dat we hadden. Ja, daarom slecht gezind. Toch wel een beetje. Onze cameraploeg keek na de eerste nacht in een van de kamers naar nog half slaperige oogjes. Het is uitgerekend de muziek van Laura Lin die de sfeer erin houdt. We zetten dat op en dan, oh ja, ik ken de Geert Hosten en dan zo, ja, voilà. En dat maakt de mens vrolijk. Dat is goed dat het 's morgens wordt opgezet. Goeie therapie. Maar al snel leren de meisjes dat de sportschool eigenlijk een luxe paradijs is. Dat echt overleven in Brazilië nog wel andere koek is. In de jungle bijvoorbeeld. In 2 uur tijd worden de meiden klaargestoomd voor de jungle. Om te overleven met niets. Om zelf vuur te maken. Er bestaat ook iets dat misschien als je ooit een keer crasht met een vliegtuig en je hebt condooms bij. Dus dan moet je dat weer vullen met water. En dan ook met zonlicht bovenop, eigenlijk van kokosnoten. Dat eigenlijk het strooisel daaronder houden en een beetje blazen en heel veel geduld hebben. Het ziet er allemaal zo'n beetje onmogelijk uit dat je dat met een condoom moet doen. Maar allee, uiteindelijk niet, want het ligt op iets minder hard, zal ik maar zeggen. Allee,
er doorschijnt. Ik denk dat dat wel logisch is dat je vuur krijgt. Ze leren giftig uit eetbaar fruit te herkennen. Als ik het goed versta, moet je dat hier aan de binnenkant van je arm een keer wrijven en dan een kwartier wachten. En als er geen plekken zijn, dan mocht je het opeten. En ook als de beesten het opeten, dan mogen de mensen het ook opeten. Dus... Het eten wat de jungle biedt, bevalt de meisjes. Het is enorm lekker. Het is de eerste keer dat ik dat eet en het bevalt me echt wel. Vrij zoet, want ze hebben er honing over gekapt. Maar wel goed. En dan komt de aap uit de mouw. Eten in de natuur moet je delen. Met andere missen en met aapjes. Ze zijn niet zo groot, maar wel even mooi als onze Vlaamse missen. En wel zo sportief, zo te zien. Het blijft fun wanneer de meisjes zien hoe je geholpen door een broek een rivier kan overdrijven. Maar plezier maakt al snel plaats voor bittere ernst. Ze maken kennis met het echte leven. De overlevingscursus in de jungle was nog fake. Maar snel worden de meisjes geconfronteerd met een brok echt Braziliaans leven. In huisjes van niets en met niets leven indianen. The Tapeba songs, the little Indians, they're Brazilian, of course, and they live here for free, of course, because we are in their lands. And who give this nut should open it again, you know? We need it to open it because you need to work. De kandidaten van Miss Sports Belgium worden stil, heel stil. Ze zien vanuit de verte hoe de indianen leven, wonen, hoe ze overleven met zo goed als helemaal niets. Dat is ongelooflijk. Die leven daar volgens mij in hun eigen behoeften. De onderbroekjes liggen daar allemaal in het rond, eten een hond. Graatmager leeft daar in huis, ze leven daar met 8. En ja, een klein huisje. Maar dat doet echt zeer uit dat ziet. Een aantal van de meiden gaat dichter en probeert contact te zoeken en te communiceren. De kinderen, hele families, ontvangen hen met open armen in hun huis. Of wat daar moet voor doorgaan. Ja, het is eigenlijk schrijnend als je het moet zien. Het geeft me natuurlijk geen goed gevoel. En je zou zo die mensen willen helpen, maar je hebt natuurlijk de middelen niet om iedereen te helpen. Overal ligt vuil. Mens en dier leven in één kamer samen. Ze hebben hier ook iets meer comfort dan in de andere hutjes, want ze hebben hier tv en een frigo. Dus, maar ik wil niet weten met hoeveel dat ze hier wonen, want ze staan er hier zoveel rond mij. Dus ik denk wel dat die bedden met veel gedeeld moeten worden. Het zal niet voor twee personen zijn, die matras. Het is natuurlijk makkelijker om dan onze situatie te relativeren. We hebben natuurlijk nog wel eigenlijk dan alle luxe. We hebben nog wel altijd elektriciteit, water, eten. Dan toch nog een propere omgeving. Terwijl dat we vooraf zeiden dat we de hygiëne toch minder vonden. Ze zijn super blij allemaal. En dat duw je ook dicht om dat te zien. Dat ze niet in armoede leven en ongelukkig zijn. Maar die mensen zijn nog, misschien nog gelukkiger dan ons. Een van de kandidaten is zelf mama. En kan het even niet meer aan. Stefanie zondert zich even af en als haar tranen gedroogd zijn, wil ze haar gevoel met ons delen. Ik denk dat dat toch een minst twee keer doet nadenken over luxe en de dingen die wij vanzelfsprekend vinden. Ik denk dat wij toch wel heel veel gewoon zijn, maar dat we het niet altijd beseffen. Dus we hebben allemaal wel zo'n moment als deze nodig. Voor de meisjes was de confrontatie met een stuk echt leven en overleven in Brazilië pakkend. De beelden zullen lang in hun geheugen blijven hangen. De kandidaten van Miss Sports Belgium trokken naar Brazilië. Dankzij Passage Fitness First, Nissan, het laatste nieuws en goed gevoel.